Een enorme verrassing voor het Solar Team van de TU Eindhoven. Zondag wonnen ze in Australië opnieuw de World Solar Challenge. And the winner of the 2015 Bridgestone World Solar Challenge Tesla Cruiser Class is Solar Team Eindhoven. Het team finishte vrijdag als tweede in Adelaide. Maar omdat de Eindhovenaren met twee personen reden, kregen ze meer punten toegekend. En daarmee versloegen ze uiteindelijk Team Japan. De zonneauto heeft 3000 kilometer afgelegd met twee personen en een gemiddelde snelheid van 76 kilometer per uur. Een mijlpaal was ook dat de auto de eerste 1500 kilometer aflegde met slechts één keer opladen aan het elektriciteitsnet.